Feyenoord is de nummer 4 van de Azerion Vrouwen Eredivisie, maar het kijkt omhoog. Nummer 3 Fortuna heeft een wedstrijd meer gespeeld. En 2 punten meer winst vandaag bezorgt Feyenoord dus plaats 3. Een schot van Danique Ipema, maar net over. Heerenveen staat 9e, sprokkelde wat puntjes tegen Alkmaar en Telstar, de laagvliegers. En heeft dus nog geen goed seizoen tot nu toe. Bal voorlangs hier bij De Graaf, die dus niet de kans krijgt om de trekker over te halen. Heerenveen dus bezig aan een matig seizoen, maar het komt hier wel in balbezit via Nina Nijstad. En dan ligt het helemaal open achterin. En is de kans daar voor Janneke Enema, de clubtopscorer van Heerenveen, met 3 doelpunten. Maar deze schiet ze in het zijnet. Het eerste serieuze gevaar van Heerenveen. Feyenoord is de betere ploeg in de eerste helft. Het voetbal beter, hier met Ipema weer. En die bedient Koopman. En de bal net over de lat getikt door Jasmijn Racing. Komt een beetje uit de tweede lijn bij Feyenoord allemaal, maar het voetbalt wel beter in de eerste helft dan Heerenveen. Opnieuw een kans voor Feyenoord. De bal blijft hangen en valt voor de voeten van Romé van der Lavoir, die vandaag voor het eerst dit seizoen in de basis mag starten. Maar zij schiet de bal hoog over. Feyenoord opnieuw. Een handig paasje hier van Benning, die bedient Koopman. En die stuit weer op de vuisten van Racing. Feyenoord komt sowieso moeilijk tot scoren dit seizoen. 8 goals in 6 duels slechts. Het won 3 keer met het kleinst mogelijke verschil van 1 doelpunt. Het speelde met 0-0 gelijk tegen PEC en won alleen ruim van Alkmaar met 3-0. Feyenoord heeft doelpunten nodig, maar hier is Heerenveen. De kans voor Enema. En Weimar blijft staan. Kan de bal makkelijk pakken. De doelvrouw van Oranje, ze kwam niet in actie tegen Denemarken en Costa Rica. Is daar de derde doelvrouw van Andries Jonker. Dan weer Heerenveen. Theo Garis, bal blijft hangen en dan is het wel raak voor Heerenveen. Aanvoerster Nina Nijstad passeert Weimar, de verrassende voorsprong voor Heerenveen. Bal valt gelukkig voor die voeten, maar wat maakt het uit? Van dichtbij is het raak. Feyenoord moet dus op jacht naar doelpunten. Het scoort moeilijk en deze gaat maar net voorlangs. De kans van Koopman. Kan Feyenoord nog een slotoffensief opzetten? Is de grote vraag in aanloop naar die slotfase. Maar hier leveren ze de bal zo in. En daar gaat ze weer. Enema in sprintduel met Ipema. En Enema wint dat duel. Maar stuit op Weimar. En zo blijft het bij 1-0 in Friesland. Een verrassende zege voor de Friezinnen. Maar de vreugde is er niet minder groot om. Een knap resultaat. En voor Feyenoord een derde wedstrijd op rij dat er niet gewonnen wordt. Daar zijn wat zorgen.